Goedenavond. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Vrienden hier in Diemen. Want ik zit met een vraag. En misschien is het een veel te persoonlijke vraag. Maar het is een prangende vraag. Frustrerend. Ik loop er in elke situatie tegenaan. Ik denk, ja, ik weet ook niet wat ik ermee moet. Ik denk, weet je wat? Vanavond, Diemen. Ik gooi die vraag gewoon meteen, bam, in de groep. Dus u mag vanavond hardop meedenken. Sterker nog, hoe meer mensen er hardop meedenken, hoe groter de kans dat wij vanavond met een antwoord naar huis gaan. Ja? Iedereen akkoord? De vraag. En dan moet ik bij het begin beginnen, moet ik het goed vertellen. Ik ben op weg naar huis. Ja, daar begint het. Ik ben op weg naar huis. Ik fiets door het park, op weg naar huis. Gewoon op het fietspad, bij het water. Dus er was niks geks aan de hand. Ik bedoel, ik was ook niet aan het zingen. Normale jas, normale fiets. En ik hoor ineens iemand achter mij die begint te roepen. Hey! Ik denk, ja, dat zal wel niet naar mij zijn. Dus ik fiets gewoon verder. Maar ik hoor vrijwel meteen, hey! Ik denk, doorfietsen. Ik begin harder te fietsen. Ik blijf strak vooruit kijken. En ik zie vanuit mijn ooghoek, ja, ik denk een jongen naast mij komt fietsen. Mijn tempo hanteert en in mijn gezicht begint te schreeuwen. Hey. Nou, vrienden Diemen, wat moet je dan doen? Ik denk, de kans bestaat wanneer ik kijk, dat hij zegt, kijk voor je. Maar de kans bestaat wanneer ik niet kijk, dat hij mij gewoon in één beweging, bam, vol van mijn fiets schopt. Zal je zien, val ik precies met mijn hoofd op het stoeprandje, met mijn ogen een stuk glas, met mijn ballen op de stang. Ik denk, rustig blijven. Ergens is dit ook wel een goed moment. Voor mij. Het is nou een mooie gelegenheid, een goede kans om een keer de grens te trekken. Een keer tegen iemand te zeggen, hey, tot hier en niet verder. Dit is de grens. Ik begin hier en jij blijft daar. Ik ga me zo voorbereiden op dat moment. Joh. Ik pomp mezelf goed op. Ik pak dat stuurbeet, zet mijn nagels in de handvaten. Hey. En toen bleef hij stil. Dat had ik niet verwacht. Dat is toch uit een soort reflex of nieuwsgierigheid. Ik begin opzij te kijken. En ik zie, naast mij fietst een jongen met het syndroom van Down. En ik ben er niet trots op, maar mijn eerste reactie was, wegwezen doorfietsen. Ik weet niet wat hij van mij wil. Ik weet al helemaal niet wat ik met hem moet. Wegwezen doorfietsen, afschudden. Dit worden hofjes, rotondes, parkeerplaatsen, steegjes, A2, route Soleil, gaan. En bij de eerste mogelijkheid die eraan komt, ik draai meteen strak rechtsaf. Hij draait keurig mee en zegt, zo. Lekker naar het klaverblad. Ik zeg, pardon? Lekker naar het klaverblad. Hoezo zeg jij niks? Moet jij vandaag dan niet naar activiteit? En nu is mijn vraag aan jullie. Wat straal ik uit? En hier wil ik het vanavond graag over hebben. Hoe kom ik over? En je mag gewoon eerlijk zijn. Ik vraag het aan jullie. Ik ben hier naar jullie gekomen. Wat is het aan mij dat iemand met het syndroom van Down mij ziet fietsen en dan denkt, hey collega, komen! Ik denk ook meteen, ja en nu? Want ik weet van mezelf toch zeker. Ja, ik ben niet op weg naar het klaverblad. En ik wil ook helemaal niet naar het klaverblad. Dus dan ga ik niet naar het klaverblad. Maar ik denk, ja, hoe moet ik hem dat vertellen? Want ik wil hem niet beledigen of zo. Ik ben bang om de verkeerde woorden te gebruiken om hem te kwetsen of zo. Ook, ik wil hem niet onzeker maken of zo. Ja, ik ben trouwens altijd bang om mensen te beledigen, hoor. Ik loop vandaag van het station naar hier, maar een klein stukje bij die rotonde, komt een islamitische jongen mijn kant op. Ja, dan ben ik toch bang dat hij denkt dat ik weer allemaal dingen over hem denk. We kruisen elkaar bijna. Ik denk, moet deze kloof van misverstand dicht? Ik stap op hem af. Ik zeg, hey, tussen jou en mij geen problemen. Valt altijd verkeerd. Ook in Diemen. Dus ik denk, in het park rustig blijven. Bij mezelf blijven. Rustig blijven. Maar ja, wat dat dan is, of hoe dat dan verder moet, ja, dat weet ik ook niet. Dus we fietsen maar een beetje stilzwijgend verder. We naderen het einde van het park. Ik moet iets, ik kijk hem aan, hij kijkt mij aan. En toen begon hij te lachen. Ik denk, ja, hij herkent mij natuurlijk. Dat snapte ik al, hij herkent me, of hij denkt mij te herkennen. Maar toen hij mij zo aankeek, dacht ik, ja, hij denkt mij natuurlijk te herkennen als de begeleider in het klaverblad. Hij denkt dat ik daar de coach ben. En op zich vind ik ook, als je gewoon puur objectief naar mij kijkt, ja, ik had makkelijk in de zorg kunnen werken natuurlijk. Ja, een deel van jullie denkt ook, gast, had het gedaan.
Dus ik snap vanuit hem het misverstand wel. Ik denk, weet je wat, als ik dit goed uitspeel, als ik dit even slim uitspeel, hoef ik hem niks uit te leggen, kan ik hem ook niet per ongeluk beledigen en kunnen we daarna gewoon allebei onze eigen weg gaan. Ik zeg, vriend, supergoed dat jij vandaag weer lekker op weg bent naar het Klaverblad. Heel veel plezier. Maar ja, ik ben vandaag een dagje vrij, maar geen zorgen. Vandaag coacht in het Klaverblad Marjolein. Huh? Marjolein bestaat niet, hier linksaf. En ik had de binnenbocht. En toen was ik ineens op weg naar het Klaverblad voor activiteit. Ik denk, oké, maakt niet uit. Fiets ik even mee, dat is 20 minuten langer. Oké, geeft niks. Kan gebeuren. En dan fiets ik mee en dan loop ik met hem mee naar binnen. Zoek ik daar die Marjolein op. Dan leg ik aan haar die hele situatie uit. Dan is het klaar en dan is het afgelopen. En misschien krijg ik nog een complimentje voor mijn sociale vaardigheden. En dat was het dan. Of het is een heel leuk iemand, dat kan ook. Dat we nog even nummers uitwisselen. Dat dit zo'n verhaal wordt van, ja, het heeft zo moeten lopen. Ja, nummers uitwisselen, we bestellen een pizza, we gaan naar de film, we boeken last minute, we nemen een hond. Dit komt goed. Ik regel met Marjolein deze shit in het Klaverblad. Wij komen naar binnen, dus ik zoek die Marjolein op. Ik denk, ja, waar is ze? Ik zie haar staan, ik zeg hoi. Zij zegt hey, doet mijn jas uit, hangt me de schort om en duwt mijn vinger in de vingerverf. Ik zeg, nee, wacht even, dit is niet goed. Marjolein, kijk maar even aan, ik ben dit niet. Ik hoor hier niet, ik ben dit. Ik ben Thijs van der Meeberg, ik heb een hbo-diploma, ik heb een avondvullende voorstelling. Ik ben dit niet. Zegt ze, nee hè, nee. Pakt een zakdoek, veegt mijn neus af en loopt door. Ik denk, ja maar wanneer ben ik een Mogool geworden? En toen was het meteen al tijd voor plan B. Daar heb ik ook, ik ga natuurlijk niet zomaar van huis af. Ik heb ook een plan B. Dat was in dit geval meedoen met de activiteit. We gingen lampionnen vinger verven en ik dacht, maar ja, oké, weet ik, hoogmoed komt voor den val. Maar ik dacht, als ik nou een beetje mijn best doe op mijn lampion, dan moet je toch vrij snel het verschil in kwaliteit kunnen zien. Ik had alleen al heel lang niet meer gevingerverfd. Maar ik had er wel vet veel lol in. Maar ja, met de combinatie concentratie-vreugde, ja, val je niet heel erg op in het Klaverblad. Laat ik het zo zeggen. Dus ik ben daarmee bezig. Ik heb helemaal niet in de gaten dat Marjolein langzaam al die tafeltjes afgaat. Die komt langzaam mijn kant op. Oh, prachtig, leuk. Oh, kan zo de winkel in? Ja, andere kant. Oh, ja, prachtig, andere kleur. Kom bij mij. Hey, ik zie wat je probeert. Ik zeg, pardon. Zegt ze, ja, maar volgens mij kan jij veel beter. Ik zeg, Marjolein, nou hou je op, nou is het klaar. Ik kan je nog één keer uitleggen. Ik ben Thijs van der Meeberg. Ik heb gewoon een hbo-diploma. Ik ben beroepskunstenaar, ja. Ik heb een avondvullende voorstelling. Ik lees 3 kranten per dag. Ik heb een museumjaarkaart. Zeg maar, wat wil jij dat ik voor jou op die lampion schilder? Zeg het maar. Jij wil je de puntjes dichter bij elkaar, pointillisme in de stijl van Seurat? Vind je dat mooi? Ja, moet je naar het Krullenmullenmuseum gaan, Nationaal Park de Hoge Veluwe. Of heb je liever streepjes in de plaats van stipjes? Hè? Divisionisme, Seurat is daar de grondlegger van. Tevens Krullenmullenmuseum, Nationaal Park de Hoge Veluwe, ingang Hoenderlo. Maar dit bedenk ik altijd pas thuis. In de situatie, in het Klaverblad, oog in oog met Marjolein, kom ik ook niet verder dan. Ik snap wat je bedoelt. Ik neem het mee. Ik was ook nog niet echt begonnen, hè. Zegt ze, nee, dat geeft helemaal niks, jongen. Je kent mijn motto, hier in het Klaverblad kom je voor je eigen plezier. Maar, ik zou wel een beetje je best doen. Want wij gaan straks met elkaar als één grote groep, maar ieder met zijn eigen lampion, gaan wij samen met elkaar, ter afsluiting van de dag, ieder met zijn eigen lampion, als één grote groep, met elkaar een rondje door de wijk. Nee. Ga ik even niet doen. Ik ga niet medewijken. Daar mogen jullie me aan houden. Hè? Dat is de afspraak. Ook met mezelf. Ik ga niet mee. Ik ben dit niet. Ik hoor hier niet. Ik ga grens. Ik ga niet mee de wijk in. Ik zeg, Marjolein, luister nou eens. Als we eerlijk zijn, moet je bij hem zijn. Want toch, hij is degene die tegen mij begint te schreeuwen. Hij neemt mij mee hier naartoe. Ja? En jij weet niet eens wie hier wel en niet thuis horen. En jullie verzinnen alle. En Marjolein steekt meteen de hand uit en pakt uit haar kontzak de gele kaart. En je weet heel goed wat dit betekent. Want bij nog een waarschuwing moet je net als bij het voetballen even de ruimte verlaten. En wil meneer daar de isoleer? Nou, toen was de tong uit de mond en vingerverf. Ik met alles wat ik heb vol op die lampen, jojo. Maar ik zal eerlijk zijn, het zag er niet uit. Het was, ik dacht, schiet op man, dit is niet je niveau. Kom op, schiet het op nou. Dit is al iets wat je niet moet doen met vingerverf.
En dan staat Marjolein weer naast me. Oh, prachtig. Zie jij dat als jij je best doet, dat jij dit prima kan? Ik zeg, wacht even. Nou, hou je op. Prima kan? Prima kan? Hoezo prima kan? Ik ben prima. En ik kon door naar de isoleer. Dat was een gek moment. Omdat ik die ruimte natuurlijk wel ken. Uit films of zo, hè, of uit series. Maar als je dan echt binnenloopt, jongen. Ik wist niet wat ik meemaakte. Hoge muren, alles wit. Allemaal van dat zachte kussenmateriaal. Geen raam, ziekenhuisgeur. Ik denk, als je hier rustig wordt, dan ben je knettergek. Ik weet niet of er hier mensen zijn die ooit in de isoleer hebben gezeten. Nou, en toen ontspande ik. Eerst schrok ik daar ook van. Toen dacht ik, ja, dat is dus niet goed. Toen dacht ik, ja, maar ergens is het ook wel logisch. En misschien ken je dat wel. Ik voel me dus in mijn eentje eigenlijk veel relaxter dan wanneer er andere mensen bij zijn. Ik heb in mijn eentje veel meer zelfvertrouwen dan wanneer er andere mensen bij zijn. Toen dacht ik, ja, hoe kan het dat andere mensen zoveel invloed hebben op mijn zelfvertrouwen? Eigenlijk lijkt het wel alsof andere mensen meer invloed hebben op mijn zelfvertrouwen dan dat ik zelf lijkt te hebben. Hoe kan het überhaupt dat andere mensen zoveel invloed hebben op mijn handelen? En misschien is dit trouwens meer de vraag waar we het even met elkaar over moeten hebben. Hoe kan het dat andere mensen altijd invloed hebben op mijn handelen? Waarom laat ik mijn handelen bepalen door het gedrag van de ander? Want als ik anders had gereageerd op die jongen in het park en al helemaal op Marjolein, dan had ik hier nu niet gezeten. Maar ja, vrienden, wat had ik dan wanneer anders moeten doen? John. Van John heb ik geleerd dat John dat was mijn hockeytrainer. En voor John, dat moet ik misschien even uitleggen. Hockey, even voor de beeldvorming. Kom ik straks terug op John. Ik heb gehockeyd, maar ook weer niet. Ja, dat komt omdat ik hockeyde bij de junioren F11. De F11, hoe leg je dat uit? De F11. Hoe dieper in het alfabet en hoe hoger het getal, hoe erger je jezelf moet afvragen wat je aan het doen bent. Dat is het. En 2 jaar gedaan, hockey. Maar ik heb dat 2 jaar niet leuk gevonden. Maar ik weet niet hoe dat hier zit. Maar ik dacht dus altijd dat dat moest, hockey. Ja, dan kwam ik thuis uit school. Dan zei ik, mama, mag ik morgen bij Tom spelen? Zij zei, dat gaat niet, jongen. Want morgen moet je naar hockeytraining. Ja, als het moet, dan moet het. Ja, het kostte mijn ouders ook superveel moeite mij op tijd op die training te krijgen. Want die werkten allebei op trainingsdagen. Dus moest mijn zus oppassen. Die moest dan al een boterham smeren van tevoren. En mijn moeder had de dag daarvoor die sporttas al klaargezet bij de voordeur. Kwam zij snel uit haar werk gefietst. En dan moest ik met die tas bij haar achterop door naar de velden. Uur later kwam mijn vader mij daar dan weer halen met de auto. Direct vanuit zijn werk. 3 snelheidsovertredingen. Het zweet op zijn voorhoofd. Altijd in de haast zijn koffer vergeten. Ik dacht, nou, ik ga ze nou ook niet belasten met dat ik het eigenlijk niet leuk vind. Maar John die begreep mij, joh. John die heeft me daar gewoon 2 jaar lang doorheen gecoacht. En dat deed hij super slim. Dat deed hij met wedstrijdbespreking. En dan ging hij altijd al, ja, dat sloeg ook nergens op, hè, wedstrijdbespreking. We waren de fucking F11. Dus ja, dat deed hij denk ik voor zichzelf. Ja, die had dat zo'n flip over staan en een Barcelona trainingsvest. En dan zei hij, oké, vandaag moeilijke tegenstander. Dus jij bent keeper, jij bent voorstopper, jij bent spits. En jij, Thijs van der Meeberg, jij bent een rasechte, klassieke, ouderwetse, oerdegelijke, betrouwbare speler voor de positie, bank. En dan haalde ik altijd opgelucht adem, jongen. En de rest van het team ook. Ja, dan kon ik gewoon zo lekker heel die wedstrijd op de bank tegen John aanzitten. En mijn Donald Duck pocket uitleten. Ja, en als ik dat dan had gehad, dan ging ik zo'n beetje een rondje wandelen over dat sportcomplex. Zo konijnenholen tellen achter de goal, weet je wel, dat soort dingen. Dat, ja, bladeren verzamelen voor in mijn natuurbewaardoos. Gelukstokken verzamelen voor onder mijn bed. En daarna plofte ik weer naast John. En soms riep hij dan iets, dan ging hij staan en dan liep hij naar het veld. En dan zei hij, laat je niet gek maken, vrienden, blijf je eigen spel bepalen. En daar keek ik altijd op en dan zag ik iedereen daar bezig. En dan dacht ik altijd, Jezus, ik ben blij dat ik hier zit, joh. Wat een scheidsport. En toen na 2 jaar, opeens komt, wij lopen van het veld naar de kleedkamers. En opeens komt John zo voor me staan. Die gaat op ooghoogte voor me zitten. En die vraagt, Thijs, hoe vond je het vandaag zelf gaan? Meestal geen lekker begin van een functioneringsgesprek. Ik zeg, ja John, hoe vond ik het zelf gaan? Hoe vond ik het gaan? Ja, weet ik niet. 2 nieuwe gelukstokken erbij, dikke prima. En zo, ja, wat ik eigenlijk bedoel, vind je het wel leuk?
hockey. Ik zeg leuk, niet leuk. Maakt geen reet uit, toch? Toch, het is omdat het moet. Ja, precies, daar was ik al bang voor. Maar het moet niet. Ik zeg, het moet niet. Nee, het moet niet. Hockey, dat doe je voor je eigen plezier. Dat moet van niemand niet. Ik zeg, John, wacht even, als het niet moet. Waarom heeft deze club dan 420 leden? Hij zei, wacht even, wat jij moet doen, als je een keuze moet maken en je weet niet wat het goede is, dan moet je jezelf gewoon 3 vragen stellen. Wat denk ik? Waarom denk ik dat? Wat ga ik ermee doen? Hè? Wat denk ik? Waarom denk ik dat? Wat ga ik ermee doen? Voorbeeld. Thijs, ik zeg hockey, wat denk jij? Ik zeg, ja, stom. Heel goed. Waarom denk je dat? Ik zeg, ja, John, omdat ik er geen reet van kan. Ja, en wat ga je hier nou mee doen? Ziek melden? Goed zo, jongen. Stoppen. Ik sta bij ons pap in de auto. Ik zeg, papa, tussen ons. Wat zijn eventueel de opties tot het vroegtijdig openbreken van mijn spelerscontract? Hij zegt, jongen, als je het niet meer leuk vindt, kan je gewoon stoppen. Okay. Wij zitten thuis te eten, zegt ons pap tegen ons mam. Oh ja, ons Thijs, die moet ook nog wat vertellen. Ik zeg, mama, het is nog super pril. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Maar mijn waarnemer en ik kijken op dit moment uit naar de optie stoppen. Ze zei, oh, ik dacht dat je het leuk vond, maar als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. Hockey doe je voor jezelf. En dit, en daarom vertel ik het hele fucking verhaal, vrienden. Dit is gewoon het meest magische moment van mijn leven. Dit is mijn persoonlijke openbaring. Door gewoon even bij je eigen na te gaan. Wat denk ik? En waarom denk ik dat? En wat ga ik ermee doen? Dat de conclusie die ik kan trekken op basis van die 3 antwoorden altijd voor alle betrokken partijen het goede is. Wat ik bedoel. Ik stopte met hockey. Dus mijn ouders ontspanden. Ik ben iets gaan doen wat ik leuk vond. En het team is gepromoveerd. Nou, helemaal goed toch? Nee, maar dit is wat ik altijd vergeet. Dat het goede al lang in mezelf zit. Maar dat het elke keer verkeerd naar buiten komt als ik me focus op de ander. Want volgens mij had ik dit in het park ook moeten doen. Dat die jongen die komt naast mij fietsen. Dat die vraagt, moet je ook naar activiteit? Had ik even aan John moeten denken. Wat denk je? Nou, wat ik denk dat hij denkt dat ik het syndroom van Down heb. Oké, heel goed. Waarom denk je dat? Ja, waarom? Dat is toch duidelijk? Hij vraagt of ik mee moet naar activiteit. Oké, wat ga... Wacht even, Diemen. Hij zegt niet letterlijk dat ik het syndroom van Down heb. Hij vraagt echt puur en alleen of ik mee moet naar activiteit. Oké, wat gaan we hiermee doen? Zeggen, nee, ik ben op weg naar huis, maar veel plezier. Ja, als ik dat had gedaan, zat ik nou niet in de isoleerde twijfel of dat ik zeker weet dat ik toch geen Down heb. Nee, maar ik zou John nog steeds zou kunnen gebruiken als coach. Dat elke keer wanneer iemand naar mij toe komt en ik niet weet wat ik met diegene moet of wat diegene van mij wil, dat ik dan even zou horen, oh, wat denk je, waarom, wat ga je ermee doen? Ik loop de hal binnen van het Centraal Station en ik stuit op Jordi. Of ja, dat wil zeggen, ik denk dat hij zo heet. Het is een typische Jordi. Ja, hij heeft zo'n grijs trainingsvest aan met in het midden een rits, capuchon, bijpassende broek, spierwitte sportschoenen, haren strak naar achteren gesteld, baardje perfect getrimd. En die hele Jordi, die stelt mij een vraag die ik echt pas na 3 keer doorvragen enigszins begin te begrijpen. En het komt er in het kort op neer, al zijn het mijn woorden geworden, hoor, Diemen, maar het komt in het kort op neer. Hij was thuis in alle haast vertrokken, in de auto gesprongen, staat nu stil met een lege benzinetank in de buurt van het station. Hij heeft geprobeerd en is thuis in de haast zijn portemonnee vergeten. Hij heeft geprobeerd zijn ouders te bellen, die zijn op vakantie. Al zijn vrienden nemen niet op. Of ik alsjeblieft 1 keer 10 euro wil pinnen, kan hij tanken, schrijft hij mijn IBAN-nummer op, maakt hij het thuis vanavond meteen naar me over. Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Ik voel dat ik meteen iemand wil zijn die de ander wil helpen. En dat ik wil leven vanuit vertrouwen. Maar ik denk, oké, hou je rugzak in de gaten. Dit zijn die typische Roemenen trucjes. Van voor houden ze je bezig, van achter trekken ze je rugzak leeg. Blijven nadenken, blijven nadenken. Man alleen op station, sowieso verkrachter. Blijven nadenken. Ja, maar daaronder ligt de wens om te leven vanuit vertrouwen. En dit gaat allemaal met elkaar in gevecht. Mijn lijf probeert die oorlog enigszins binnen te houden. Ziet er toch uit alsof ik aan een diarree ben. Het zweet breekt me aan alle kanten uit. Jordi kijkt me aan en zegt, oeh meneer, alles in orde. Ik heb nog wel 2 euro hoor. Dus als u even een kopje thee nodig hebt van de kiosk, ga ik die voor u halen. En toen kwam waar ik naar op weg was, weer in een heel ander perspectief te staan.
Ik was namelijk op weg naar een optreden in Den Haag. En niet een optreden als vanavond, maar het was eigenlijk meer een snabbel. Het Beatrix Spierfonds opent een nieuw gebouw en mij was gevraagd of ik dat ludiek wilde openen. En even voor het beeld, ik doe geen snabbels. Ik zet mijn talent louter artistiek in. Zeker wel. Ik doe geen snabbels. Totdat er een aanvraag binnenkomt. Dat is het principe. Maar als het dan voor een goed doel is, als het Beatrix Spierfonds, ja natuurlijk, dan doe ik dat natuurlijk gratis. Maar zij boden zoveel. Dat ik dacht, ja maar als ik nu nee zeg, dan ben ik echt een dief van mijn eigen portemonnee. Maar zo oog in oog met Jordi in die stationszaal op weg daar naartoe, denk ik ineens, ja maar wat is dan waar? En niet aan Jordi, maar wat is er dan waar aan mij? Waar in mezelf kan ik op terugvallen? Toen dacht ik, ja dat is sowieso wel een goeie, want als ik meer wil handelen vanuit mezelf, niet alleen maar wil reageren op het handelen van anderen, dan moet ik weten wat mijn basis is. Waar in mezelf kan ik nou op vertrouwen? En toen moest ik vanuit die stationshal, al kijkend naar Jordi, ineens terugdenken aan mijn scoutingverleden. Want ik heb jarenlang bij de scouting gezeten. Sterker nog, ik ben vanuit de hockey rechtstreeks doorgefietst naar de scouting. Scouting is ook niks anders hè, dan een AZC voor mislukte amateursporters. Ja, natuurlijk maak je op zaterdagochtend veel liever een soort Romario-achtige goal dan dat je in een of ander goal regenachtig bemost bos knopen zit te oefenen. Met andere kinderen waarvan de dokter heeft gezegd, nou ja, doe maar op scouting. Het zijn geen sukkels, hè? Dat is belangrijk. Vind ik belangrijk om te zeggen. Het zijn geen sukkels. Zeker niet. Het is, hoe noem je dat? Het is geen afvalberg. Of hoe noem je dat? Scouting is niet het afvoerputje. Het is geen afvoerputje. Scouting is het bakje in het afvoerputje. Ja, het vangt de grote stukken op. Dat is het. En voorkomt totale verstopping. Want het was mijn absolute redding, jongen. Elke vrijdagavond stond ik zo bloed van de tik, zo mijn uniform te strijken. En ik had zo'n sjaal naar elke rol, zo met dat strijkijzer eroverheen. Insigne stikken, vlaggen hijsen, blues in de broek, met elkaar. Zo. Staat hier ook mensen bij de Hitlerjugend, bij de scouting? Sorry, scout. Want die weten dan. Dat, ja, bij de hockey, zeg maar, is inschrijven en contributie betalen, dat volstaat bij de hockey. Maar bij de scouting, contributie betalen, inschrijven en de installatie. Je bent pas een scout als je officieel geïnstalleerd bent. En de installatie bestaat uit het opzeggen van de scoutingwet en de scoutingbelofte. En de wet parkeren we even, het gaat mij om de belofte. Er staat de hele groep, staat helemaal netjes in uniform, houden allemaal saluut, staat helemaal netjes om jou heen. De scoutingvlag is gehesen. Ja, je hebt in principe staat je vader te filmen en maakt je moeder foto's. Je rechterhand heb je de Nederlandse vlag en je linkerhand geef je aan de hopman. En waarom je linkerhand? Dat is de hand die je dichtst bij je hart zit. Dit is scouting in een notendop. Herkenbaar, fijn, scouting. En dan zeg je de belofte. Vlag, hopman. Ik beloof een goede verkenner te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan. Ik beloof sober, spaarzaam om te gaan met de mensen, de middelen en de kansen die tot mijn beschikking staan. Ik beloof dit te doen in samenwerking en me te houden aan de scoutingwet. Jullie kunnen op me rekenen. En dan pak je die vlag en dan midden in die groep. Als je dit doet, ben je wel de enige. Maar het gaat om het gevoel van vrijheid dat bij mij vrijkwam na het opzeggen van die belofte. Ik wou, te gek. Sober, spaarzaam omgaan met de mensen die tot mijn beschikking staan. Te gek. Maar oog in oog met Jordi in die stationszaal denk ik, ja, daar heb ik, wat zal het zijn, 15 jaar geleden beloofd. Maar wat deden wij dan na het opzeggen van die belofte daar concreet mee? Wat deden wij nou eigenlijk bij de scouting? Toen ging ik daar vet lang over nadenken. Ik fotoboeken terugkijken. Werd ik niet veel wijzer van. Ik oud padvinderijvrienden opgebeld. Ik zeg, wat deden wij dan bij de scouting? Ja, niemand, iedere scout die het vraagt, niemand komt verder dan, ja, fik bouwen. En daar is het, vuurstoken. En dat klopt ook, want ik kon me ineens weer herinneren, als ik dan naar de scouting ging. En zo, yo, en dan kwam je aan bij de blokken. Yo, wat gaan we doen vandaag? Dus ja, geen idee. Maar bij de voetbalclub zijn ze aan het verbouwen. Daar liggen nog een paar pallets buiten het hek. Yes! Wij daarheen, pallets inlaaien, op elkaar flikkeren. Fles benzine erover, Zippo erbij. Top weekend. En daar is het. Zo'n belofte.
Ja, daar zaten we, dan ging ik daar op vrijdagavond heen. Dan kwam ik zondag eind van de middag weer thuis. Dan zaten we daar gewoon met die hele groep en dan gezellig, jongen, lachen, pilsje erbij, leuke mop, goed gesprek, twee pilsjes erbij. Drie pallets erop, vier pallets erop, eigenlijk moeten we het niet doen, alle pallets erop. Iemand met een gitaar, kumbaya, my lord, kumbaya, oh lord. Geen pallets meer, gitaar erop, topavond. Ja, maar ondanks dat ik daar met allemaal andere mensen om me heen zat, ja, voelde ik me super relaxed. Het klopte gewoon dat ik daarbij zat. Ik was helemaal niet bezig met dat hele, met het zelfvertrouwen of zo. Het deugde, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Het viel daar samen. Ik met de groep met de mensheid met de wereld. Het klopte. En als het dan een bier op was, dan ging de oudste altijd staan. En die zei dan altijd, we kwamen vandaag als onbekenden en we gaan als vrienden. En daarna pisten we met elkaar het vuur uit. En dan was het gewoon hopen dat degene tegenover je stond minder hard hoefde te zeiken dan jij. En daarna fietste iedereen zijn eigen weg naar huis, in zijn eigen tempo, naar zijn eigen huis. Het was heel, heel solide, maar samen een harmonieus verbond. En dat is ergens iets wat ik mis of zo. Dat het solide is, dus gewoon lekker voor jezelf. En toch, dat het toch harmonieus blijft. Ik heb ook mijn spreekbeurt gehouden over de scouting. Ja, dat is even een tip. Als je het echt voor jezelf wil verneuken op de middelbare school, dan moet je dat doen. Dus ik zei, geef de tip door. Geef het door. Ja. Toen ontdekte ik dat scouting is opgericht door Lord Baden-Powell. En Lord Baden-Powell is geboren in 1867 in Groot-Brittannië. En ja, het klinkt een beetje cru, zoals ik het nu ga zeggen, maar ik bedoel het niet cynisch of zo. Maar Lord Baden-Powell heeft naast scouting nog een ander concept ontwikkeld. En dat is het principe concentratiekamp. Lord Baden-Powell is de uitvinder van het concentratiekamp. In 1901 ging hij als hoge Britse legerleider naar Zuid-Afrika om Zuid-Afrika over te nemen van de blanke boeren, de Zuid-Afrikaniërs. Eigenlijk de voormalige Nederlanders. Dus hij ging de kolonisten koloniseren. Toen dacht hij, ja, maar hoe kan ik dat nou het snelste doen? Weet je wat, ik ontvoer gewoon alle blanke mannen, vrouwen en kinderen en die laat ik achter een hooghek sterven aan honger en ziekte. Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen? Ik heb wel een vraag. Is scouting dan een goede basis of is scouting dan geen goede basis? Wat is de hele fucking belofte waard als die door iemand heeft geschreven die het fucking concentratiekamp heeft uitgevonden? En aan de andere kant denk ik, ja, hij heeft scouting toch ook opgericht na die dienstperiode in Zuid-Afrika. Dus hij voelde zelf natuurlijk ook al dat hij weer het een en ander te neutraliseren had op aarde. Maar het meest fascinerende vind ik, en daarom laat het me maar niet los. Dit past dus gewoon in één iemand. Dat zat gewoon in één iemand. Zowel de scoutingbelofte als het concentratiekamp. Ik denk, ja, maar als dat in één iemand past, dan is het maar gewoon te hopen voor Jordi, wanneer hij mij die vraag stelt in de stationszaal, dat op dat moment de verkenner in mij antwoord geeft en niet de fascist opstaat. Ik denk, ja, maar dit is het probleem. Dit is precies mijn probleem. Elke keer wanneer ik niet weet wat de ander van mij wil of wat ik met de ander moet, ga ik onbedoeld over tot genocide. En op dat moment doe ik Marjolein de deur van de isoleercel open en vraag ze, wat denk je allemaal? Ik zeg, nou, niks geks. Ze zei, nee, probeer er maar woorden aan te geven. Ik denk, nou, die is ook op cursus geweest. Ik zeg, ja, probeer er maar. Ik zeg, weet ik veel, maar ik zat net te denken, waarom laat ik mijn handelen altijd bepalen door het gedrag van de ander? Heb je dat zelf hier bedacht? Deze vraag? Wauw, wat een reflecterende vraag. Dan krijg je helemaal kippenvel van. Wat een goede vraag. Dan ga ik toch gewoon heel eerlijk tegen jou zijn, Thijs. Ik kwam hier eigenlijk naartoe om jou te halen. Maar als deze ruimte jou zoveel goed doet, ga ik jou laten en bam die deur dicht. Trek dat luik open, maar geen zorgen hoor. Ik kom je weer op tijd halen voor het Ranja-moment. Denk, wat de fuck is het Ranja-moment? En hoe lang duurt dat nog? En wat nou als ze wisselen van dienst en ze vergeet door te geven dat ik hier zit en dan wordt daar iemand gek, dan wordt hij erbij gezet, dan wordt het gewoon kooivechten. Of stel je voor dat het zo is. Dat het klopt. Dat ik gewoon 3 keer per week voor activiteit naar het Klaverblad ga en dat ik het nu pas door heb. Ja, geen moment van verwarring, maar van totale helderheid. Maar als dat kan, dan kan alles toch, vrienden?
Ik bedoel, zou ook kunnen betekenen dat we op dit moment gewoon allemaal op activiteit zijn. Ja, gaan we daar gewoon met elkaar zuipen uit de grote PGB-pot? Ik heb niet gekeken, maar hoeveel rugzakjes hangen er bij de garderobe? Ja, maar waar kunnen wij ons nou aan vasthouden? Ik bedoel, waar kan ik nou op terugvallen? Jullie zitten in het donker, ik zit hier in mijn eentje. waar kan ik nou op terugvallen? Toen kwam ik heel snel uit bij zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen, dat vind ik een magisch iets, jongen, zelfvertrouwen. Soms is het er wel, soms is het er niet. Je hebt ook mensen die hebben het superveel. Andere mensen die hebben het super weinig of nooit. Ik denk, ja, vraag me ook altijd af, zelfvertrouwen, is dat dan, heb je dat al vanaf de geboorte, zeg maar DNA of genen? Of komt dat gaandeweg je leven een beetje naar je toe en moet je dat maar bij je zien te houden? Ik bedoel, iemand die veel zelfvertrouwen heeft, weet je wie er veel zelfvertrouwen heeft? Yvonne van Gorpel natuurlijk. Yvonne van Gorpel. Yvonne van Gorpel. Yvonne van Gorpel. Yvonne van Gorpel. Ik had ook geen idee. Maar die hele Yvonne die stelt zich aan mij voor, jongen, met een vrachtlading zelfvertrouwen dat ik dacht, blijkbaar had ik jou ergens van moeten kennen. Kom Yvonne tegen bij het Beatrix Spierfonds. Ik heb die snabbel gedaan, dat gebouw is geopend, het is allemaal goed gegaan. Ik wil naar huis en bij de uitgang stuit ik op Yvonne van Gorpel. Even snel dan voor het beeld. Vrouw, 55, half lang haar, zelf geknipt. Yvonne van Gorpel. Hele grote boezem, hele grote, geen BH. Dat is Yvonne van Gorpel. Lichtblauwe polo, lichtblauw, maar bij Yvonne van Gorpel, super gek model. Helemaal lichtblauw, bij Yvonne van Gorpel, hier donkerblauw. Dat is Yvonne van Gorpel. 1,60 meter en toch is ze er. Het is een hele brede uitgang en ik kan er niet langs. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik wil dus niemand beledigen. Ik wil niemand onzeker maken. Maar dus voor wie ik wil zijn, was het veel fijner geweest als daar een soort Chantal Jansen-achtige Beyoncé had gestaan. Maar de realiteit is dat ik naar huis wil en stuit op 180 kilo plomp, klotsend, overmatig enthousiast, beangstigend positief vrouwenvlees dat mij tegenhoudt en zegt, Thijs van de Meeweg, keileuk dat ik jou nog even tegenkom. Twee dingen. Op de eerste plaats, keileuk optreden net. Op de tweede plaats, mijn naam is Yvonne van Gorpel, maar dat wist je waarschijnlijk al lang, want ik organiseer al 31 jaar geheel vrijwillig de collecte voor het Beatrix Spierfonds in de gemeente 's-Hertogenbosch. Nu heb ik op de gastlijst gezien, ga ik rond uit 's-Hertogenbosch. En nu wil het toeval dat ik voor aanstaande zaterdag nog twee collectanten tekort kom. Keileuk dat je het gaat doen. Ik zeg, wacht, ach, dat is van 9 tot 1 en van 1 tot 4. Keileuk. Ik zeg, ja, maar ach, dat zijn echt geen hoogopgeleide mensen met wie we daar gaan doen. Kan jij prima bij? Ik zeg, wacht even. Och, normaal zou ik iemand nooit zomaar op de lijst zetten. Dat snapte jij zelf natuurlijk ook wel. Maar wat jij net zei, in de optreden, op het podium, ja, dat heeft mij zo geraakt. Dat jij zei, sober om willen gaan met alle mensen die tot jouw beschikking staan. Ik zeg, iemand die dat in zich heeft, ja, die moet ik in mijn team. Ja, het klopt dat ik dat gezegd heb, ja. Maar dat was wel gewoon voor die 3000 euro. Ja, ik weet niet of hier mensen zijn die onlangs nog gedoneerd hebben aan het Spierfonds. Maar ik kan u zeggen, namens mij en de techniek, dank u wel. Ik kon niks anders dan daar oog in oog met Yvonne niks anders zeggen. Toch dan, echt waar Yvonne, collecteren, collectant. Ja, echt waar, dat je dat allemaal in me ziet. Leuk, zaterdag, prima, geen probleem. Yes, aanstaande zaterdag, 15:15 verzamelen we. In de voormalige meisjesschool in de Kerkstraat, niet te laat komen, zie je dan, doedels. Ik kom thuis. Ik denk, ja, maar hoe is dit nu weer gegaan? Wat straal ik uit dat je mij gewoon op een lijst kan zetten? En wat in mij gaat daarmee akkoord? En waarom denk ik nu thuis pas aan John? Ja, waarom doe ik dat niet gewoon als ik daar bij de uitgang sta met Yvonne? Dat ik even denk, oh, wat denk je? En als Yvonne mij vraagt, wat denk je nou? Ik denk dat ik geen zin heb in de collecte van het Beatrix Spierfonds. Oké, heel goed, waarom denk je dat? Ja, dat mag toch duidelijk zijn onderhand. Ik bedoel, ik ben toch niet degene die zomaar op andere mensen gaat afstappen. Dat is helemaal niks voor mij. Dat is voor iedereen super ongemakkelijk. Oké, wat ga je ermee doen? Nou ja, sowieso Yvonne natuurlijk een complimentje geven voor 31 jaar vrijwilligerswerk. Dan zeggen dat ze veel meer heeft dan iemand anders. En ik er heel veel succes wens. Ja, op zich dikke prima.
Ja, als ik dat gewoon had gedaan, hoef ik niet volgende week zaterdag mijn eigen 3000 euro terug te collecteren. Elke laatste donderdag van de maand, dan presenteer ik in Breda een open podium. En dat is een heel lullig, laagdrempelig open podium. Dat stelt geen reet voor, hoor. Ik bedoel, ik heb daar 8 jaar, 9 jaar geleden een keer opgetreden. En toen was ik aan de bar blijven hangen. En toen gestrikt als vaste presentator. Dat is het verhaal. Maar ik vind, het slaat nergens op, want wat ik zei, is super laagdrempelig. Het is in een doet voor de lol. Het is in een studentencafé, allemaal losse tafeltjes. Het podium staat in een beetje een schimmig hoekje. En op de muur, achter het podium, staat met grote letters geschilderd: als het hier kut is, is er aan de bar nog bier. Die sfeer, zeg maar. En de laatste keer dat ik daar was, ik kom daar binnen en ik krijg zo het bierveeltje met de volgorde van die avond van de organisatie in mijn handen geduwd. En ik lees zo van alles wat, stand-up comedy, een dichter, singer-songwriter, lokaal talent, danser, slotact, burlesque. Ik denk, what the fuck is burlesque? Nooit van gehoord. Maar ik denk ook, dat komt straks wel. Want ik verpresenteer op zich wel leuk, maar ook rete spannend. Want dan moet je zo de avond openen als eerste opkomen, iedereen welkom eten. Die mensen vragen zich af, ja, wat moeten we wat met hem? Ik vraag me af, wat moet ik met hun? Welke kant gaan we samen op? Dan moet ik iets hebben waar ik me aan vast kan houden, waar ik op terug kan vallen. Dan moet ik mijn tekst goed kennen. Dus ik dacht, weet je wat, die ga ik nog even repeteren. Nu zijn er in Breda 2 hele kleine kleedkamertjes. En in kleedkamer 1, daar zo backstage, zaten al die andere artiesten al. De singer-songwriter, de danser, het lokaal talent. Ik denk, weet je wat, ik confisqueer mooi kleedkamer 2. Kan ik daar even rustig die tekst doornemen. Nou, repeteren stelt trouwens geen reet voor, hoor. Dan sta ik voor de blinde muur. Dan doe ik alsof ik een microfoon vast heb. En dan zeg ik iets als, goedenavond Breda. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan er met elkaar een te gekke avond van maken. Maar voor wij gaan beginnen, moeten wij applaus oefenen? Ja of nee? Nou, meestal blijft het dan stil. En dan kan ik iets zeggen als, zo te horen wel. Weet je wat, we tikken hem af van 3 naar 0. En op 0 geven jullie het applaus van je leven. Ja, klinkt hier super kut, maar in Breda gaat het dak eraf. Hè? Maar, ja, jullie hoeven geen applaus te oefenen. Daar wel, daar wel. 3, 2, 1. En mijn kleedkamerdeur gaat open en er komt een meisje binnen. Of ja, geen meisje. Een jonge dame. Een stuurse, ranke jonge dame met een gigantische koffer. Zij kijkt mij strak aan. Zij doet de steunlach. Ik terug met tong. En zij zegt, oh, of zit jij hier al? En zij vroeg dat met zoveel zelfvertrouwen. Dat ik op dat moment oprecht begon te twijfelen of ik daar wel zat. Dus ik begin een beetje zo om me heen te kijken. Ik denk, ja, als je het echt aan mij vraagt, het heeft er alle schijn van. Maar ik merk ook hoe ik op dat moment gewoon mijn spullen sta te pakken. Snel mijn jas, portemonnee in mijn jaszak, telefoon in mijn jaszak. Ik pak mijn laptop. Ik vergeet in de haast de adapter van mijn laptop en mijn maaltijdslader. Ik draag wat ik kan dragen. Ik passeer daar in de deuropening. Daar wil ik vragen, hé hey joh, hoe wil je dat ik je vanavond aankondig? Maar in de situatie, ik kom ook niet verder dan... Nou, dan moet je elkaar heel goed kennen, wil je hier informatie uithalen. Zij klapt die deur dicht. Ik sta daar ineens buiten, zo met mijn laatste bezittingen. Ik denk, ja maar, 10 seconden geleden, ik wist nog niet eens dat zij bestond. En nu heb ik door haar geen eigen plek meer. Daaruit gekikt door de IS Burlesque. En waar moet je dan naartoe? En toen zag ik zo, aan het einde van de gang, onder een smal hoog raam, een klein vensterbankje. En daar paste ik op en mijn spulletjes zo perfect ernaast. Ik denk, prima, ga ik hier dan zitten, ook goed. En ik moet toch die opening repeteren, maar ik kan me niet meer concentreren. Ik denk, ja, maar dit is ook een goed moment om een grens te trekken als ik nu niet opkom voor mezelf. Als ik nu toch niet zeg tot hier en niet verder, ja, maar dan gebeurt het nooit meer toch. En ik hoor ergens in mijn hoofd John nog wel roepen, laat je niet gek maken, blijf je eigen spel bepalen. Maar te laat dan, ik ben al op weg naar die kleedkamer. Ik denk, tot hier en niet verder. Dit is een fucking grens. Ik trap die deur open. Ik zeg, jij. En ik zie haar naakt. Of ja, dat wil zeggen, op dat moment brengt zij 3 pauwenveren rectaal in. Ze heeft de tepels afgetaped met van dat zwarte duct tape. Er ligt een staafmixer draaiend klaar. En ze heeft een paintballgeweer. En dan schiet ze 21 pingpongballen mee naar binnen.
En het enige wat ik denk is, oké, doe alsof dit normaal is. Maar zij schrikt van mij. Zij doet een stap naar achteren. Ze struikelt over het snoer van de staafmixer. En dan breekt de veer. Die pingpongballen gaan alle kanten op. En terwijl ik recht naar binnen kijk, zeg ik, oh, dus dit is burlesque. Ze zegt, ja, dit is burlesque. Dan zou ik nu graag alleen zijn, alsjeblieft, dankjewel. En bam, klapt die deur dicht. Ik denk, oké, maakt niet uit. Rustig blijven. Niet nou boos worden op haar, niet boos worden op jezelf. Rustig blijven, moet daar nog presenteren. Rustig blijven, niet meteen. Gewoon, maakt niet uit. Solide nou maar eens. Rustig blijven. Ik kom bij mijn vensterbank. Staan er 3 man in mijn vensterbank te roken. 1 met mijn jas aan. Ja, sorry dat we hier staan, maar dit is het enige raam wat open kan. Anders moesten we helemaal naar buiten om te roken. Zijn we hier gaan staan. Steek het raam open, werd een beetje koud, heb je jas aangedaan. Prima, toch? Ja. En de derde staat niet in de vensterbank, maar staat op mijn laptop. Hé, hey, die oude Del, die kan er gewoon opstaan toch, of niet? Ja, wat heb je aan een laptop als je geen adapter meer hebt? Dan pak ze, en als ze dan nog 1 keer doen, dan maak ik ze helemaal kapot. En dan stomp ik ze helemaal de tevensteringen, ja, want dit is gewoon een fucking gang. Dan maak ik ze kapot, en die vuile hoer, nee. Solide nou maar niet, en je blijft bij jezelf, en je vertrouwt op jezelf. En dan kan je ze weer pakken, nee, je moet nog langer spelen. Je kan niet doen, ik ga hem dan kapot getrekken. En je kan, gewoon, je moet gewoon rustig blijven. Dan pakken ze, en dan fuck je van, nee. Want jij hebt de vaal, en zij hebben ook een vaal. Je hebt toch gewoon 2 keer, moet nog rustig gaan. En nu niet rustig wat er komt, man. Even zo. Is het toch wel? Is mijn misschien toch op koffer? Zou kunnen zijn. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Oh, my lord. Kumbaya. Ik zit op de fiets en ik denk dat ik het net ga halen. Ik moet wel een beetje doortrappen, maar het komt op een paar minuten. Ik ben op weg naar het steunpunt vrijwilligerswerk in de voormalige meisjesschool in de Kerkstraat. Klaar voor de collecte van het Beatrix Bierfonds. En ik heb er zelf geen zak zin in. Maar ook in heel die Yvonne van Goorpel niet. Maar ik denk, maar ik heb nou ook ja gezegd. En weet je wat het is? Meestal toch de dingen waar je super erg tegenop zit, als ze eenmaal bezig zijn en al helemaal als ze voorbij zijn, valt altijd reuze mee. Met die instelling fiets ik het pleintje op van de voormalige meisjesschool. Ik stap van mijn fiets af, ik stal hem tegen de gevel, want dat ding van mij heeft geen standaard. Ik wil hem op slot draaien en ik voel hoe vanuit achteren de warmte uit de wereld verdwijnt. En inderdaad, ik draai me om. Yvonne van Gorpel is naar buiten gekomen en staat voor de zon. Keileuk dat je er bent. 3 minuten te laat, maar dat geeft helemaal niks, want dit is altijd waarom ik 1.5 uur eerder afspreek. Rustig blijven. En ik ga eerlijk zijn, anders gaan er nog meer dingen tussen onze samenwerking instaan. Vind het zelf een handige plek om uw fiets neer te zetten. En ik kijk naar mijn fiets zonder standaard tegen de gevel. Zeg ze, ja, want een monumentaal pand is geen fietsenstalling. En ik kijk naar het voegwerk. Ik denk, nou, monumentaal. Voor mij is het gewoon oude tyfuszooi. Ja, maar het is ook geen monumentaal pand. Het is geen monumentaal pand. Een vriend van mij die zit in de gemeenteraad, die heeft me het hele fucking verhaal keer uitgelegd. Zijn er mensen uit Den Bosch? Zijn er mensen uit... Nee? Oké, dat kan ik vertellen. Maar moeten we het hier in Diemen houden, ja? Oké. Hoe het zit, een vriend van mij zit in de gemeenteraad, het is geen monumentaal pand. Een vriend van mij heeft een keer uitgelegd in de kroeg. Yvonne van Goorpel, die had gewoon een wijkcentra als alle andere wijkcentra. Maar dat van haar is een keer in de nacht door een jongen, mijn lengte, mijn leeftijd, keihard in de fik gezet. Pelletten tegenaan, fles wasbenzine erover, schippo erbij. En de jongen stond daar omheen te dansen. Oh Yvonne, jij bent de volgende. Oh Yvonne, jij bent de volgende. Yvonne stond daar weer naast. Die zei, oh, dit ga ik niet incasseren. Dit laat ik bij jou. Toen is die jongen gek geworden. En Yvonne gaat zeiken bij de gemeenteraad. Oh, mijn vrijwilligers lopen weg. Niemand neemt me serieus. Oh, ik doe belangrijk werk. Maar de gemeente had geen locatie. De gemeente had geen budget voor een nieuwe locatie. Toen zei iemand, ja, kunnen we Yvonne van Goorpel dan desnoods niet in die door en door verrotte, ja, toch doorgezakte oude meisjesschool zetten. Toen zei iemand, nou, ik ken Yvonne van Goorpel, die gaat nooit in zo'n aftands gebouw zitten. Toen zei de derde, ja, maar als we tegen Yvonne van Goorpel zeggen dat die door en door verrotte aftandse oude meisjesschool een monumentaal pand is, wil Yvonne van Goorpel er zo in. En zo is het gegaan. Bordje bij de oprit, monumentaal pand, en het is zo. Ja, het is wat je zelf maar van iets of iemand maakt natuurlijk. Hè. Ja, de gemeente wil het eigenlijk slopen.
Ja, want staat, maar dat ging toen even niet, want het staat helemaal stijf van de asbest. Ja, dat is ook de reden als je de onverhoop toch een keer binnenwandelt. Dan zie je al die vrijwilligers staan altijd op tafels met schroevendraaiers in het plafond te peuren. En dan zeggen ze even hey, Gorpel, trek je bekjes even open. Kijk, dit is niet goed. Dit is niet goed. Niet meteen de genocide, solide en harmonie. Harmonie bewaren, rustig blijven, bij jezelf blijven. Dit gaat allemaal met elkaar in gevecht. Mijn lijf probeert die oorlog enigszins binnen te houden. Ziet er toch uit alsof ik aan de diarree ben. Het zweet breekt me aan alle kanten uit. Yvonne kijkt me aan en zegt, och manneke, doe toch rustig. We hebben alle tijd, hè? Kom, dan drinken we samen even een bakje koffie. Toen kreeg ik wel een beetje ja, bewondering of zo voor Yvonne. Of in ieder geval respect. Dat ik dacht, volgens mij krijg je die niet gek. Die krijg je niet kapot. Toen ging ik erover nadenken. Ik denk, stel je voor dat wij met elkaar op een bootje zouden gaan. Supergezellig. We nemen Yvonne van Gorpel mee. Rustig aan. Ter hoogte van de Stille Oceaan. Trappen we haar gewoon uit het bootje. Wij varen terug naar de haven. Wie staat daar op ons te wachten? Yvonne van Gorpel. Met een pan kippensoep. Jullie zullen wel honger hebben na zo'n lange reis. Niet dan. Zeg, ja, maar Yvonne, was je niet bang? Ben je niet boos? Ach, bang, boos. Ik heb zoveel meegemaakt in het leven. Ik zou mijn hele leven wel bang en boos kunnen blijven. Toen dacht ik, ja, maar als ik het kan blijven, kan ik ook besluiten om het nooit meer te zijn. Ik heb gekozen voor het laatste. Ik vind toch, ja, woede en angst twee vormen van je eigen geweld aandoen. En ik zeg altijd maar zo, wie in oorlog is met zichzelf, komt zelden de vrede brengen. Nou, chop chop, maak even van je handje een kommetje, want ik ga de soep uitdelen. Dat is Yvonne van Gorpel. Ik pak mijn fiets, ik vervloek dat tyfus ding dat hij geen standaard heeft en ik weet ook wel dat dat mijn eigen schuld is. Ik kijk het plein rond, maar er is gewoon niks. Vaak dat ding, nou ja, niks. Er staat, in het midden staat één smal boompje, dus ik maak me met de fiets een beweging naar die boom. En ik hoor, je gaat er nou toch niet tegen de Corine van Loonhoven bedankboom aanzetten, hè? Nee. Nee, want Corine van Loonhoven zat hier drie maand geleden 25 jaar in dienst. En toen is op mijn initiatie die boom neergezet. Het is een perenboom. Wil jij weten waarom een perenboom? Jawel, ga maar even op het bordje kijken. Toen moest ik met mijn fiets het hele fucking plein over om te kijken bij een boom en een bordje. Boom, bordje. Corine van Loonhoven, bedankboom. Perenboom. Omdat we van jouw werk al 25 jaar de vruchten plukken. En daarna ja, heb ik mijn fiets maar neergelegd op het plein. En ben ik achter Yvonne aan het steunpunt binnengelopen. En ik kijk Yvonne op de rug en ik denk, ja maar hoe kom je aan zoveel zelfvertrouwen? Hoe kom je aan zelfvertrouwen? Dat vind ik een magisch iets, jongen, zelfvertrouwen. Sommige mensen hebben het wel, sommige mensen hebben het niet. Ik vraag me ook altijd af, is dat dan aangeboren zelfvertrouwen? Of komt dat DNA of geen? Of komt het zo gaandeweg je leven naar je toe en moet je het dan maar bij je zien te houden? Zijn hier misschien mensen met zelfvertrouwen? Nou, waarom ik het vraag? Omdat ik graag wil weten hoe het zit. Ik bedoel, ik ben hier al over het hele zelfvertrouwen aan het nadenken sinds 2014. 2014 studeerde ik af, toen kreeg ik mijn HBO-diploma. Maar ja, niks nieuws onder de zon, nergens werk te vinden. Dus ik kwam meteen terecht in het ongeschoolde circuit. Maar ook daar iets vinden bleek een klote klus, jongen. En toen was ik uiteindelijk, uit pure wanhoop, was ik gaan solliciteren bij de NS Retail. Dat zijn zeg maar gewoon alle winkeltjes op alle NS-stations in Nederland. Dus de broodjeszaak, de etels, de kiosk, gewoon alles, alles. Toen was ik gaan solliciteren voor een functie bij de Smullers. Dat is dan zeg maar de frietent van de NS Retail. Voor de vacature van assistent, medewerker, fastfood. Ik had een hele brief naartoe gestuurd. Kopie, diploma erbij, helemaal goed. Toen kreeg ik een brief terug dat ik was uitgenodigd voor de NS Retail, Smullers, Sertogenbos. Of locatie Sertogenbos, sollicitatiedag in Utrecht. Dat was een sollicitatiedag met 40 sollicitanten, 6 NS retail managers en 2 rondes. Maar van die 40 sollicitanten gaan er maar 20 door naar ronde 2. Dus daar valt gewoon even op basis van ronde 1, bam, keihard 50% af. Nu denk je natuurlijk, gast ontspan. Dat wat jij uitstraalt, jij met je HBO-diploma, maak je geen zorgen om die eerste ronde. Nou, ik raad u aan om rekening te houden met alle mogelijke scenario's. Ronde 2 was speeddate met een van de 6 aanwezige NS retail managers. En ronde 1 was jezelf presenteren aan de gehele groep aan de hand van je passievoorwerp. Althans, dat staat in de brief. Presenteer jezelf aan de hand van je passievoorwerp.
Je passievoorwerp is een tastbaar object wat in één oogopslag laat zien wie jij in de kern werkelijk bent. Dus gelukstokken, dat zou nog even... Maar passie voor... Ik word toch assistent-medewerker, ik word toch bij de fucking Smulders, ik word toch geen eindredacteur bij de Happiness, of wel dan? Je komt toch voor een vacature van assistent-medewerker fastfood? Assistent, hè, dat betekent toch niks meer, ik vind het prima hoor, maar dat is toch niks meer dan een paar keer per dag in het frietkot van de Smulders vragen aan degene naast me. Yo. Ja, assistent, dat kleine vraag. Ik vermoed dan ook gewoon medewerker. Ja, was nou dat grote bakje of toch dat kleine bakje voor de mayo? En daarnaast gewoon mayo pompen, dat is eigenlijk de facture. Koning Mosterd, keizer curry, chef mayo, dat is de facture. Maar ik weer in blinde paniek in de trein met mijn passievoorwerp. En ik sta een uur later zo voor 39 potentiële collega's en 6 retail managers. Hoi! Ah, oh, kut. Even rustig. Zit eerst nou. Okay, hoi, beter. Hoi, ja. Mijn naam is Thijs van der Meeberg. Ik heb een HBO-diploma in de kunsten. De ambities zijn groot, maar de omzet is klein. Dat maakt dat ik bereid ben om mezelf 24 uur per week in te zetten in het supergezellige Smullersteam locatie Sertogenbosch. Dat kan gaan voor hetgeen wat ik het allerliefste doe, is natuurlijk overduidelijk terug te zien in mijn passievoorwerp. Dat is een foto van de hoogste vulkaan in Ecuador die ik daar destijds heb beklommen. Het was een fascinerende tocht van 4 dagen. Het begon met jungle, daarna kwam vlakte, tot slot eeuwig sneeuw. Het doel van de tocht op dag 4, hebben we in verband met de zonsopkomst, hebben we in verband met het regenachtige weer, helaas, niet kunnen meemaken. Toch heb ik het gevoel dat ik sindsdien veel minder snel uit het veld ben te slaan. En heb ik hele mooie en belangrijke dingen over mezelf geleerd. Allemaal ervaringen die supergoed van pas komen bij de functie van assistent, medewerker, vastgoed op Centraal Station in Den Bosch. Mijn naam is Thijs, jullie kunnen op berekenen. Ik vind zelf, ik heb betere dingen geschreven en geperformed in mijn leven. Maar wat er die dag na mij kwam, pure poëzie. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een koffie besteld toch, bij de kiosk. Je moet even dat moment terughalen. Dus je komt het perron oprennen en je ziet, oké, mijn trein gaat over 4 minuten. Ga je die koffie dan nog halen, ja of nee? En dan even het moment terughalen van het werktempo van die gast in de kiosk. Het werktempo, even heel die gast terughalen. Het werktempo, de communicatie, het acne. Even heel die gast terughalen. En doe dat maar 39 passievoorwerpen. Dat is een zieke middag. Na mij kwam Denise. Hoi, ik ben Denise. Ik heb meegenomen mijn sleutels. Ik denk, ja, meid, ik ook. Nee, maar toch, je bent er ook al raar als je thuis weggaat, de deur dicht trekt, op slot draait, brievenbus open doet, sleutels naar binnen flikkert. Eerst mayo pompen, rest komt straks. Ik ben Paolo, ik heb meegenomen mijn hoofd, ik kan niet zonder. Ik ben Joris, ik heb meegenomen mijn handen. Ik ben namelijk van het type mens, ik pak graag dingen aan. Ik denk, ja Joris, frituurvet en nou ophoeren. Lang verhaal kort, Denise, Joris, Paolo, door naar ronde 2. En ik ben mijn HBO-diploma naar huis. En toen kon je voor persoonlijke feedback omtrent je afwijzing naar Therese. Dat was een van die NS Retail Managers. Ik denk, nou ja, laat ik dat dan maar doen. Nee, ik nu niet ben aangenomen. Ik moet nog meer solliciteren in mijn leven. En van feedback kan je alleen maar leren. Dus ik naar Therese. Ik zeg, Therese, en ik kom naar jou. Dus je mag gewoon eerlijk zijn. Wat is het aan mij dat ik jou het gevoel heb gegeven dat ik niet capabel genoeg ben om via een voorgeprogrammeerde computer frituurvet op temperatuur te houden? Ja, zo moet je dat niet zien. Te weinig verkoopervaring. Hè? Ja, te weinig verkoopervaring. En nu is mijn vraag aan jullie. Vrienden, ik heb jullie hoog zitten, echt waar. Hoeveel verkoopervaring heb je nodig bij de Smullers? Nee, maar een kroket verkoopt zichzelf toch, of niet? Nee, daar heb je zin in, of daar heb je niet zin in. Het is niet dat ik uit het frietkot hang. Kroketten! Dat iemand die zijn trein nog probeert te halen ineens denkt, oh ja, kroketten, die moest ik eigenlijk hebben. Doe er maar 10. Al het slachtafval aangestampt, het ligt er weer heerlijk bij vandaag, mensen. Kroketten, frikandellen, ach, frikandellen, normaal. En speciaal. Frikandellen, normaal, speciaal, bevroren, koud, lauw, warm, brandje, bek, tyfus, eet frikandellen.
En toen zei Therese, nou Matthijs, ik wil je wel heel erg bedanken voor je interesse. En je tijd? Toen dacht ik nog, nou meid, rustig aan. Interesse heb ik niet echt, ik ben echt alleen maar op zoek naar werk. En tijd heb ik echt genoeg, want ik heb geen werk. Zei ze, loop nog even met me mee, want ik heb nog iets leuks voor je om je te bedanken. Toen ben ik achter haar aangelopen. Dat was haar fucking hike door dat gebouw heen. En toen kreeg ik aan het einde van die tocht een coupon van 50% korting op een kleine koffie in de kiosk. En sindsdien vraag ik me af, hoe kom je aan zelfvertrouwen? En hoe zorg je dat andere mensen niet te veel invloed krijgen op jouw zelfvertrouwen? En als het gaandeweg je leven naar je toe komt, ja, hoe hou je het bij je? Dat is, Uiteindelijk is het natuurlijk helemaal goed gekomen, hè, met werk vinden. En dit is het succesverhaal van de voorstelling. Dat vond ik ook belangrijk om er een succesverhaal in te doen. Voor de balans, ook zo eerlijk naar mezelf toe. En misschien heb je het al wel een keer gehoord of gelezen. Gelezen eigenlijk, want het heeft heel groot in het Algemeen Dagblad gestaan. Dubbel interview ook samen met mijn moeder. Het is nou ook weer helemaal hip met Max Verstappen. Hij is natuurlijk veel beter dan dat ik ooit had kunnen worden. Laat dat voorop stellen. Maar ik heb er wel een tijdje van kunnen leven. Ik ben namelijk nog een tijdje coureur geweest. En Enorm bedrijf, jongen. Ik kom daar aan. Die baas die staat buiten op mij te wachten. Oké, Thijs, goed dat je er bent. Dit is een lijst met allemaal adressen. En voor elk adres staat een tijd. En dat zijn geen richtlijnen. Hier de lijst, hier de sleutels, bus 7. En ik loop zo met die lijst en die sleutels de parkeerplaats op. En daar staat maar één bus. Maar die was zo, alle Jezus, tyfe stering groot. Dat ik dacht, ja, maar dat is lijn 7. Ik zenuwachtig, jongen. Oh, ik stap in, zenuwachtig. Nieuw werk, tijdsdruk. En ik mis een pedaal. Automaat, heel goed. Ja, dat zei mijn baas ook. Dat is een automaat, Thijs. Ik zeg, prima, maar ik moet even schakelen. Ik start dat ding, jongen. Ik draai die bus het parkeervak uit. En ik hoor naast mij het geluid van een blik sardientjes wat wordt opengetrokken. Maar niet een blikje in de keuken, die echt een gigantisch blik sardientjes. Echt. En ik zie nog net ook die zijspiegel eraf tik. Nu is dat, oh, dat is belangrijk voor de context. Ik heb 60 rijlessen gehad. Oh, dat is veel, jongen. Mensen zeggen dan ook, 60? Kan je het nu dan ook? Nou, ik ben altijd super blij dat wanneer ik de weg op ga, dat ik in ieder geval niet voor of achter mezelf hoef te rijden. Ik stap uit, ik kijk en ik zie twee dingen tegelijkertijd. Dat blik sardientjes, toch de Tesla van mijn baas. En ik heb die bus erin gereden. Dus niet er langs afgeschuurd, maar erin. Dus niet er langs af, maar erin. Dus niet dat je met twee man staat te kijken dat de een tegen de ander zegt, nou ja, weet je wat, kan gebeuren, jammer van de lak. Nee, er doorheen, gewoon. En ik zie dat het eerste wat ik denk is rennen, wegwezen. Hofjes, rotonde, schaan, A2, routes voorlei, wegwezen. Maar te laat, al het personeel komt dan naar buiten. Ik schrik daar zo van, ik spring snel in de bus. Deurtje dicht, raampjes dicht, deurvergrendeling. Toen ging mijn baas zo rondjes lopen rondom de auto. Kom je naar buiten, joh, kan gebeuren. Maakt niet uit, iedereen maakt fouten. Ga je zelf open doen of laat je mij de reservesleutels halen? En al het andere personeel was al langzaam dichterbij gekomen en zo helemaal om die bus heen gaan staan en begon zo langzaam op de dakken op de ramen te kloppen. Komen, 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 betalen! Wat een idioot, wat een Mongool. Inderdaad, als er iemand rijp is voor het klaverblad. Ik voel aan Jordi hoe hij op het punt staat zijn geduld definitief te verliezen. Hij zegt, meneer, alsjeblieft, alsjeblieft, ik ben doodmoe. Ik wil supergraag naar huis. Leen me een tientje. Dan kan ik denken, ik schrijf je IBAN-nummer op. Ik maak het vanavond echt beloofd meteen naar je over. En ineens denk ik, samen tanken. Dat is het natuurlijk. Samen tanken, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Dan weet ik zeker dat ik hem help. En dat er met mijn geld niks verkeerds kan gebeuren. Ik zeg, Jordi, wij gaan samen tanken. Jerrycan krijg je van mij. En toen wist hij van dankbaarheid. Was een mooi moment. Van geluk. Niet meer wat hij moest zeggen. Ja. Nee. Ja. Ik zeg nee.
Ik zeg, je hoeft je niet bezwaar te voelen. Ik maak deze beslissing voor mezelf. Kom, we gaan. Nu is er in Den Bosch zo'n klein benzinepompje naast het station. Maar ik spaar voor freebies en bij de BP. En dat is een tering eindlopen. Ik zeg, we gaan. En toen ging die onderweg allemaal spelletjes bij mij spelen. Ter vermaak, denk ik. Ja, verstoppertje, hè, achter auto's gaan zitten. Ik zeg, nou joh, kom op, dit doen we een andere keer. Ja, wilde die afsnijden, snel steegjes inrennen. Ik zeg, nee, erbij blijven. Op een gegeven moment, hij begon te trillen, schuimen, ogen alle kanten op. Ik denk, het is maar goed dat ik erbij ben. Wij komen bij de benzinepomp. Ik tank voor een tintje, ik tik die jerrycan af. Ik geef die jongen nog een bounty. Wij staan terug in de stationszaal. Ik zeg, hier, brandstof. Yes. Ik zeg, Jordi, dit voelt goed. Yes, ik ben blij dat je mij gevraagd hebt. Ik ben blij dat ik jou heb kunnen helpen. Ik zeg, laatste onderdeel. Waar staat je auto? Ja. Nee. Ja, nee. Hij vond hem wel vanaf hier. Ik zeg, ja, dat snap ik. Ik ga graag mee. Ik kan voor mezelf dit verhaal ook afronden. Waar staat je auto? En dan komt het hele fucking verhaal eruit, vrienden. Jori heeft de hele tyfuszooi bij elkaar gelogen. Hij heeft helemaal geen auto. En dan kan ik denken, yes. Wat ben ik blij dat ik hier in de stationszaal de goede keuze heb gemaakt. Door even rustig bij mezelf na te gaan wat in deze situatie de allerbeste optie was. Hebben wij, en dat ik niet luk raak aan idioten geld lopen uit te delen. Ik zeg, Jori, hebben wij alleen nog één probleem. 10 liter lood vrij. Nou vrienden, wat gaan we ermee doen? De fik erin? Is goed. Kom maar liggen, Jordi. Zo. Iemand een Zippo. Kom maar door. Ja, heel goed. Kom maar door met die Zippo. En opeens staat Jordi in de fik. Hij rent nog een paar meter brandend door de stationszaal, maar stort dan definitief ter aarde. Er ontstaat een volksfeest in de stationszaal. Mensen doen een hakka rondom het smeulende lijk en feliciteren elkaar met de overwinning op het kwaad. De kiosk gaat open en deelt gratis bier uit. Dan komt iemand met een auto. Iemand met een trekhaak. De derde met een touw. En we binden het smeulende lijk of wat er nog van over is nog even een rondje achter de auto. Want dat is wie we zijn. Hoppa, hoppa. En op dat moment doet Marjolein de deur van de isoleercel open en vraagt ze, wat denk je allemaal? Ik zeg, niks geks. Ik zat net te denken, waarom laat ik mijn handelen toch altijd bepalen door het gedrag van de ander? Ze zei, ja, blijft een mooie vraag. Maar ja, Ranja moment. En zij doet die deur open en ik loop maar achter haar aan het klaverblad binnen. En inderdaad, iedereen helemaal netjes in de kring, allemaal een eigen beker. En lampionnen hangen te drogen, verfspullen opgeruimd, muren weer gewit. En Marjolein die wijst 2 dames aan die die Ranja mogen maken. Oh, en ik wil niemand beledigen, helemaal niet onzeker maken. Maar hoe moet ik dat zeggen? Laat ik het zo zeggen, er was sprake van dermate kwelconsumptie. Er hoefde geen water bij de aanmaak, laat ik het zo zeggen. Dat is gewoon Ranja in de kan, hier houden, wop, klaar. Dus het is goed. Marjolein, dit drink ik nog op, dat is goed, dit doe ik nog mee. Maar hierna ga ik naar huis. Hierna is het aflopen, hierna is het klaar. Want ik ga niet mee de wijk in. Wij de wijk in. En dat vind ik prima, natuurlijk, om met mensen met down door de wijk te lopen. Daar gaat het niet om. Maar niet als ik zelf ook een lampion vast heb. Met de vingerverf nog in mijn haar. En ik had ook de behoefte, jongen, om tegen iedereen die we tegenkwamen te verantwoorden. Ja, mevrouw, mijn lampion is inderdaad minder ver af dan die van de anderen. Maar ik had ook minder tijd dan de anderen. En wij komen na ons rondje terug bij het klaverblad. We komen terug bij het klaverblad. En Marjolein die let even niet op. Ik denk, dit is mijn kans. Ik pak snel uit mijn broekzak mijn fietssleutel. Ik haal mijn fiets van het slot. En niemand kijkt. Ik fiets het pleintje af. Maar ik ben nog niet bij de poort of ik hoor ineens achter me. Hey vriend. Ga je nou ook mee terug naar de Dassenburgt? Ik sta met mijn collectebus op Stationsplein. En ik weet niet, zijn hier mensen die ooit gecollecteerd hebben? Ja, gruwelijk, toch? Of niet? In ieder geval, in mijn geval waren er nog nooit zoveel mensen met zo'n grote boog om mij heen gelopen. Maar dat komt misschien ook, ik had een Beatrix Spierfonds felgele XL bodywarmer aan. Ja, op een gegeven moment kwam hij volle van Gorpel aanrijden met zo'n rek met allemaal van die bodywarmers eraan. Iedereen begint de maat te zoeken. Zeg ze, ach, dat maakt niks uit. Het is gewoon allemaal XL. Ik zeg altijd maar zo, XL, dat past iedereen. Ja, waar we Yvonne met 8 man door die gaten heen moeten hijsen.
Ja, trek ik een XL bodywarmer aan, ik ben gewoon kwijt, joh. Dat ding ging rondjes om mij heen, het waaide die dag. Ja, je krijgt het van de wrijving wel warm, maar je staat voor lul natuurlijk. En ik sta daar met die collectebus, ik denk, ik wil dit niet, dit slaat nergens op, wat een gezeik weer, ik ben er klaar mee. Dit is de fucking grens en ik wil die bus een gooi geven en op dat moment komt er iemand naar mij toe. Dat vond ik zo'n fijn moment, dat iemand mij daar gewoon zag staan. Hij komt duidelijk mijn kant op. Hij is er bijna, begint meteen een heel verhaal. Hoi, ja, sorry dat ik je lastig val, maar ik sta hier met mijn auto. Alleen, ik heb geen benzine en ik ben met heel veel haast vertrokken. Ik zeg, Jordi? Hij kijkt mij aan, hij schrikt en hij sprint weg. Toen ben ik er nog achteraan gegaan, natuurlijk, maar hij was te snel. En toen voelde ik me zo een lul, ik voelde me zo slecht. Ik denk, ja, gewoon omdat ik te argwanend was om te pinnen, loopt hij al anderhalve week te zoeken naar brandstof. En toen ben ik naar Yvonne gegaan, ja, eerst nog schuldgevoel afgekocht, 100 euro in die collectebus gedaan. Slaat ook nergens op, maar toch naar Yvonne gegaan. Ik zeg, Yvonne, ik ben naar huis, ik ben er helemaal klaar mee, je had me nooit mogen vragen. Tot ziens, stik erin. Ach, Manneke, als je het niet leuk vindt, moet je het niet doen. Nee, maar ik heb jou gewoon gevraagd. En jij zei zelf ja, dus ik dacht, je hebt er zin in. Nee, maar collecteren doe je echt voor jezelf. Dus als niks voor jou is, ga lekker naar huis. Ga genieten van je vrije dag. Kei leuk dat je het geprobeerd hebt. En toen voelde ik me zo een lul dat het gewoon een super aardig, lief, meedenkend iemand blijkt te zijn dat ik ter compensatie 200 euro heb gepind in die collectebus heb gedaan. En ik vind wel, iemand die 10% doneert van zijn inkomsten, die is goed bezig. Teruggelopen naar het steunpunt, ik heb mijn fiets opgeraapt en ik fiets naar huis. Ik ben op weg naar huis, gewoon een normale route, een paar rotondes en een stukje door het park. En ik fiets daar door het park op het fietspad bij het water. En ik hoor eens achter mij iemand roepen, hey! Ah? Oh. Ah? Ja, Burlesque, die is nog even lekker aan het rekken en aan het strekken. Vlak voordat zij op moet in Breda. En ik sta naast haar, want ik moet haar aankondigen. Maar joh, ik durf in haar bijzijn gewoon niet te bewegen, joh. En elke keer als zij iets anders rekt of strekt, dan flikkert er iets anders uit het spleetje naar beneden. Eerst komt die staafmixer eruit. Staafmixer erin, staallamp eruit, staallamp erin. Europa Cup eruit, Europa Cup erin. Komt mijn adapter eruit. Ik denk, hè? Dat is wel veel die nog. Ik zo, nee joh. Nee, maar toch, wat moet je met een adapter als je laptop kapot getrapt is? Glimmer maar weer terug. Nee, ik was al lang blij dat mijn maaltijdslading niet naar buiten kwam. Ja, maar ik had nog niks gegeten. En dan kan je zeggen, ja, maar met dressing, maar zo zuur hoeft het niet te zijn, hè, vrienden. Ik kon er gaan aan. Een niet normaal moment. Een applaus, absurd hard. Absurd hard, gigantisch hard. Ik had nog nooit het dak 871 keer eraf. Ik had nog nooit zoiets gehoord. Ik denk, oké, Breda, dus dit is wat het is. Ik loop hier al 9 jaar onbetaald een open podium te faciliteren. Ik zit een hele dag in de vensterbank koud te leien. En mevrouw, die nog nooit iets heeft laten zien, die krijgt het hardste applaus wat ik ooit gehoord heb. Als dat het is, Breda, is dat het. Maar dan is het hier voor mij ook klaar, dan is dit de grens. Toen heb ik niemand gedacht, gezegd, de avond niet afgesloten, ben ik gewoon bam, in één rechtlijn doorgelopen naar het station. Ja, dat is niet helemaal waar. Dit was het plan, maar ik kom bij de uitgang. Ik denk, ja, maar als ik zo wegga, dat is geen statement. Dat lijkt meer op vluchten. Ik moet een keer zeggen, tot hier en niet verder. En ik ben op weg naar het podium om dat te doen. En ik hoor John wel roepen, laat je niet gek maken. Blijf je eigen spel bepalen. Maar ik denk, tot hier en niet verder. Ik tramp mijn les ervan af. Ik pak die microfoon. Ik zeg, tot hier en niet verder. En niemand van jullie moet eraan opkijken als deze tent op een nacht met jullie allemaal erin keihard in de fik staat. Nou, vond ik een mooi moment om te gaan. Ik loop de hal binnen van het Centraal Station. En bij het zien van de incheckpoortjes bedenk ik meteen dat mijn telefoon en mijn portemonnee nog in mijn jaszak zitten, die ik zelf niet meer aan heb. Het is helemaal lege stationshal. Of ja, bij de kaartjesautomaat staat 1 iemand. En er zat niks anders op, toch? Ik kon niks anders. Ik ben er maar naartoe gelopen. Ik tik hem op de schouder. Ik zeg, sorry, dit is een super raar, langdradig, waarschijnlijk ongeloofwaardig verhaal. Maar ik ben vandaag mijn telefoon en mijn portemonnee kwijtgeraakt. Ik ben doodmoe. Ik wil super graag naar huis. Leen me alsjeblieft een tientje voor een enkele reis naar Den Bosch. Ik schrijf je IBAN-nummer op. Ik maak het thuis vanavond meteen naar je over. En we kijken elkaar aan. En op dat moment valt alles met alles samen. Ik met hem. Hij met mij.
Wij met de mensheid met de wereld. En wij gaan ineens samen zo door die station zo. Ik denk, dit is het, solide en harmonieus. Ik bedoel, wij samen en hij ook apart. Ik alleen. Ik denk, dit is het, solide en harmonieus. Het is niks anders dan jezelf elke dag opnieuw in elke situatie opnieuw de vraag stellen. Wat denk ik? Waarom? En wat ga ik ermee doen? Ik denk, ja, maar waarom zou ik toch ook mijn handelen laten bepalen door het gedrag van de ander? En hij loopt zo door. Ik zeg, loop je nou door? Ik vraag toch iets? Je kan nou toch niet door? Hallo? Hey, jij... Sorry, ik heb muziek in. Wat zei je? Een tientje, tuurlijk. Hier, hey, en een goede reis, hè. Fijne avond. Ja, dank wel. Ja. Ik was al bang dat we het applaus voor Joep van het Hek onder moesten monteren, maar dit volstaat. Ik wil u heel erg bedanken dat u bent gekomen. Dit is mijn eerste avondvullende voorstelling. Volgend jaar november ga ik in première met mijn tweede. En dan kom ik denk ik dan het seizoen daarna weer terug hier in Diemen. Bent u van harte welkom. Als u het leuk vond, als u het nou helemaal niks vond, zou ik... Ja, dankjewel. Nee, maar de camera staat uit, dus... Nee, maar als je het leuk vond of niet leuk, zou ik zeggen, ook als je het niet leuk vond, zou ik zeggen, kom vooral terug om te kijken hoeveel iemand leert van zo'n woensdagavond in Diemen. Heel erg fijn dat jullie er waren. We gaan nu zuipen en dankjewel. Goeie reis. Dankjewel.